Dag chef, wij hebben dit jaar extra ons best gedaan met de puntentelling. En we zijn tot de conclusie gekomen dat jullie hier bij winst kampioen kunnen worden. Gaan jullie gewoon voor de winst en gelijk die titel of toch van puntjes sprokkelen en we kijken in Hengelo wel? We gaan gewoon meteen voor de winst, maar dat zijn we vorige keer tijdens de GTC ook. En niks is zo verraderlijk als een wedstrijd gewoon zo en zeker hier op het onverhard en op alle gladde stukjes. Dus we gaan gewoon ons best doen, maar we gaan er absoluut voor. Zijn er nog dingen aan de auto veranderd of nieuwe gaatjes? Nee, eigenlijk alles is nieuw. Gewoon weer nieuwe remmen. We hebben alles nagekeken, dus ja, het moet goed gaan. Je gaat het spannend maken. Gewoon vanaf de eerste meter er volop. De eerste meter gelijk volop. En dan, ja, dat is het enige wat je kan doen tegen chef. Je bent tot op heden best dwars gegaan, hebben we gezien. Alle sprintjes die je hebt gereden. Schotel is tegenwoordig. Voor eigen publiek net even het wassen nog? Nou, misschien wel, maar ja, ik beloof niks. Als het lekker gaat, dan misschien denk ik wel. Dan gaan we een beetje voor, maar misschien niet. Maar vooral op safe gaan en gewoon lekker uitrijden en aan het eind biertje pakken met de familie? Juist, zoiets. Ja, daar gaan we gewoon voor. Het is gewoon ervaring op doen en zien we volgend jaar al. Ja. Albert, voel je al beter nu je aan het rijden bent? Wel wat beter. Je staat op derde plaats als het goed is. Geen idee, maar ik wil het ook niet weten. Oh, dan heb ik niks gezegd. Dat is prima. Hey, hou vol zo. Ja, dankjewel hè. Alles gaat nog naar wens. Gaat super. En Henk, probleem met de motor hoor ik? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar volgens mij ligt hij er voor vandaag uit, of niet? Daar ziet het wel naar uit, ja. Ja, zonde. Zonde. Ja. Oké. Okay. En Rick, spanning een beetje uit het lijf? Zeg je? Spanning een beetje uit het lijf? Ja, dat gaat wel redelijk. Ja. Gewoon mooi rustig aan doen en dan we zorgen dat we weer daar zijn. We hebben in ieder geval lekker dwars voorbij zien komen, dus je ben je wel te vermaken. Zeker, zeker. Dat gaat mooi. Ja, want we hebben jou inderdaad gemist. Ook vandaag geen super rally volgens mij. Wat is er gebeurd? Er is iets fout in mijn motor, waardoor er olie in mijn koeling komt en ze kunnen het niet vinden. En mijn andere auto waar ik misschien had mee kunnen starten in de sprint, en die had ik verhuurd. En die,
Ja, dus kon ik ook niet meer starten. Of de motor overzetten, dus het was gewoon klaar. Ja, dat is het. Thank you.
tot nu toe gegaan is? Nou, op zich wel lekker. We begonnen gisteren. Alleen proef 2, jammer. André vast kapot, bam. Nou, je hebt eruit gemaakt. Vandaag, je ziet het hele, worden langs steeds beter. En harder dan nu wil ik niet gaan. Nou, lekker vrije reserve vol rijden. Dus het is echt wel lekker gegaan. En wat kunnen we eigenlijk nu het laatste proefje nog verwachten? Want ja, we hebben het allemaal een keer gereden, het is nu bekend terrein. Ja, we willen nog gewoon proberen uit te rijden, want net gezegd, de bak is niet fijn. Dus ja, vinden ze. Ja. We hopen dat we 3 passen kunnen houden, denk ik wel. Het zou een mooi resultaat zijn voor dit seizoen. Ja, laten we daar hopen. Succes. Dankjewel. Hè. Hey, maar volgens mij moet het wel gaan lukken toch, 3 proeven voorsprong. Of 3 proeven nog te gaan, 1 minuut voorsprong. Volle concentratie en we gaan er wel voor natuurlijk, dus je zult het straks weten. Hoe is eigenlijk de dag tot nu toe verlopen? Prima, echt super. Ja, loopt gewoon helemaal goed. Altijd het goed, wij doen het goed. Dus hou we zo, dan komt het goed. Ik zie jullie graag over 3 proeven op het podium. Dank je. Eindelijk zijn jullie erbij. Hoe gaat het? Ja, goed. We staan nog steeds en we zijn bijna aan de finish, dus alles gaat goed, hè? Toppie. Hey, en de auto klaar? Zijn jullie toch nog wat tegengekomen onderweg aan kleine probleempjes? Ja, de ophanging is niet helemaal optimaal en daarvoor verliezen we heel veel tijd. Ik denk dat we toch de nieuwste specs eronder moeten hebben en dat het dan een stuk beter gaat. Hey, en Egbert, je bent ook weer terug. Hoe is het met Dirk en hoe bevalt het samen? Ja, dat gaat prima. 2 tukkers met elkaar, dat gaat altijd goed. En het is super gezellig. Alleen ik had de eerste keer Ipelo vanmiddag had ik wel even een déjà vu toen we door die chicane gingen. Want dan ging het vorig jaar even mis. En toen hadden we daar voorbij al het record te pakken van 2012. Dus het kan alleen maar beter. Hey, en ik zit ondertussen ook even naar de versnellingspook te kijken. Volgens mij mis ik daar wat op. Ja, maar dat is tactiek. Dat is tactiek. Kijk, we rijden achteraan, maar je moet alles compenseren. Dus doen we met deze dingetjes. Gewichtsbesparing. Nou, denk het. Ja, dat moet ik zeker doen. Dat moet ik wel doen, volgens mij. Ja. Zijn we dan? Ja. 3.25 E-Challenge kampioen 2013. Super. Ja, we hebben een goede wedstrijd gehad. Helemaal niks is fout gegaan. Nu deze keer is, ik denk dat het verdiend is. Mag het nog gezegd worden. Kampioenen. Het is voor ons een super evenement waar we graag nog een keer naartoe gaan in ieder geval. Ja, zeker weten. Maar ook deze keer was het met geknepen billetjes over het onverhard. Was weer echt, er zaten stukken tussen. Op een gegeven moment, de tweede keer Magelires, kwamen ze een stuk onverhard. Nou, we vlogen echt zo door de lucht. Dat was echt niet normaal. Het leek op Frankie. Ja, dat was een beetje, we deden even een Frankie deden we. Dit zijn ze, met nummer 62. Rick Molik en Loes Kion.
Wesker en Pierre, gefeliciteerd met jullie mooie tweede plek. Ja, dankjewel. Tweede plek, ja. Mooi, hè? Ja. Tevreden? Ja. Ja. Mooie wedstrijd gehad. Mooi gereden, foutloos gereden, hard gereden. Ja, super. Pierre, hoe heb jij de wedstrijd ervaren? Nou, ik ben heel blij. Ik ben blij dat ik een beetje een bijdrage heb kunnen leveren aan Wessner. En ik denk dat hij nu overrijden nog meer gegroeid is. En dat hij nu alle aspecten van het rallyrijden beheerst. En dat deed hij al, maar nu nog meer. Wessner, zien we dan jou een andere rijstijl toepassen vanaf nu? Ja, Pierre heeft ook even geproefd aan de dwarse rijstijl. Het is moeilijk kiezen. Heb je, hè? Dat is ook mooi. Ja. Ah, dat laat remmen, dat is waar ik altijd laat liggen. Dat ging steeds beter vandaag. Hey, en geen East Belgium volgende week, maar Hengelo? We gaan er vanuit van wel. Ja. Hengelo dus. Ja, want het dwarsliggersbokaal die moet er nog een keer binnengehaald worden, geloof ik, dit jaar, of niet? Kan nog, dat is nog één kans. Dus Hengelo? Ja, kunnen proberen, toch?